Het afgelopen jaar hebben de meeste ministeries hoogte- en dieptepunten bereikt. Zo ook het ministerie van Openbare Werken. Minister Siegfried Wolf vertelt wat zijn ministerie wel en niet heeft kunnen realiseren. Wat ik heb kunnen realiseren is dat Dalian 4 is goedgekeurd geworden. En dat gaat over het asfalteringsproject. Dalian 70 kilometer is in uitvoering, waar diverse woningbouwprojecten worden geasfalteerd en primaire wegen. Wat onderhoud betreft van ontwateringslozingen schieten wij een beetje tekort. En het is te merken als je hier rondom Groot-Paramaribo kijkt, dan zul je zien dat wij nog niet zijn begonnen met het ophalen van die lozingen. Dat is wel een minpunt. Maar in de begin van het jaar, in januari, starten we daarmee op. Wij hebben volkswoningsproject Oldenburg hebben kunnen opleveren. En dat is een pluspunt. En ook het volkscommunitygebouw in Sophia's Lus hebben daarmee aanvang gemaakt. Veel ophaal. Daar ben ik niet helemaal tevreden over, in die zin van dat er te vaak steken worden gevallen dat men achteraf moet komen corrigeren. En de vuilstortplaats heb ik nog niet echt onder controle. Daarmee zijn we bezig om het dusdanig in positie te brengen waarbij we het vuilstorten veel makkelijker kan geschieden. De minister vertelt ook wat de voornemens zijn voor het jaar 2017. Zo zal er aan de voorlichting naar de samenleving toe gewerkt worden, als ook de verbetering van de vuilophaaldienst. Frans Wolf heeft het ministerie tal van projecten dat nog uitgevoerd moet worden. Ik moet alvast intern beginnen om de samenwerking binnen die diverse directoraten om een naar grotere hoogte te brengen. En ook de samenwerking naar de verschillende ministeries toe, om dat verder uit te bouwen. We hebben vandaag gezien dat wij de commissie zwaar transport hebben kunnen installeren. En die commissie bestaat uit verschillende ministeries, vertegenwoordigers van vele ministeries, die dan een zware taak op zich kregen om het zwaar transport te kunnen reguleren. Ik denk ook dat wij de dreiging van de kuststrook nabij weg naar zee, dat wij aanvang zullen maken met het waar nodig een verharde constructie aan te brengen. De primaire lozingen en het onderhoud daarvan zal verder worden aangepakt en op regelmatige basis geschieden. We zijn ook van plan om de tweede Oost-West-verbinding, welke van Patamaka loopt naar West-Suriname, om dat te verbeteren. En dat wil zeggen dat wij de ontbrekende bruggen en duikers, die willen wij aanbrengen, om zodoende ook het zwaar verkeer dat momenteel over de Weidenbosbrug gaat, om die route te laten kiezen. De bruggen die nog niet op klasse 60 zijn in de wegstrekking Paramaribo-Afobaka, die zullen worden verbeterd. En ik denk ook dat er aanvang zal worden gemaakt met Dalian 4. Alle voorbereidingen zijn we bezig nu. En dat wil zeggen dat ook binnen die strekking van Oost-West verbinding in het zuiden, dat gedeelte van die wegen zullen worden aangepakt in het kader van Dalian 4. Minister Wolf van Openbare Werken, wij spraken hem over zijn voornemens in 2017. Hij benadrukt dat in dit nieuwe jaar er hard aan deze voornemens zal worden gewerkt.